Zo zit je op de volle zee en vaar je dagenlang zonder land te zien. En achter me zie je dan ineens land verschijnen. En zijn we weer bijna terug in de haven van Den Helder. Achter ons hoor je nog een pomp draaien, maar de meeste apparatuur staat uit. Tijd om even terug te blikken met Arjan. Ja, hoe ging het? Ja, het was fantastisch. Dit doen we niet zo heel vaak, dus dat is een belevenis sowieso. Ja, absoluut. En we hebben de eerste avond ging heel goed, we hebben hele mooie metingen. Ja. De tweede dag, toen werd het wat moeilijk vanwege de meteocondities. De wind was eigenlijk te zwak. Waar we van tevoren allemaal bang waren dat we misselijk en kotsend op de boot zouden zitten, was dat niet aan de orde. Nee, absoluut niet. Alleen voor de metingen was dat minder, was dat minder handig. Want dan is het heel moeilijk om die pluim te vinden. En dat kost dan relatief veel tijd, dus dat was een beetje jammer. Ja. Maar gisteren en vanavond, vannacht, ging het allemaal als een tierenlier. Volgens het boekje. Met echt pluimen zoals je hoopt dat ze eruit zien. Ja, mooi. Dus ik denk dat het wel een dataset is waar we wel mee kunnen. Oké. In ieder geval, ja. Nou heb ik je hier aan het werk gezien. En ik heb geen idee wat het verwerken van zo'n dataset inhoudt. Hoeveel tijd, hoeveel werk zit daarin? Er zitten een paar weken werk in om die data op te schonen. We hebben metingen gedaan waarbij de meetapparatuur aan standaard flessen meet wat erin zit. Nou, dan moet je vervolgens corrigeren dat je data daarmee overeenkomt. We hebben data dat de boot draait en dan zie je allerlei pieken, maar dat is je eigen rook. Dan moet je eruit filteren. Okay. En dan ga je die stukken selecteren die echt voor een boorplatform gebruikt kunnen worden. En daar moet je dan je modelberekeningen op laten doen. En dat doen we weer met verschillende modellen. Om echt een beetje een range te krijgen. Want als je het op deze manier berekent, komt er zo uit. Als je op die manier berekent, komt er zo uit. En hoe groot is de bandbreedte? Dat is wel belangrijk. Oké. Heb je al een eerste indruk op basis van wat je gemeten hebt? Dus iets van, dit is heel slecht wat er gebeurt, of dit is heel goed, of valt daar eigenlijk niks van te zeggen? Nee, daar valt eigenlijk niks van te zeggen. Dan moet je eerst even rustig de tijd nemen. Want ik kan nu een getal roepen natuurlijk, op het uur. Dus, dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon eerst zorgen dat je de getallen hebt zoals ze horen te zijn. En daar op basis daarvan ga je verder de discussie voeren. Want anders gaan mensen al weglopen met resultaten die straks nog een factor 2 gaan veranderen. En dat zou natuurlijk heel onhandig zijn. Gaan we daarop wachten. Over een paar weken zijn we terug met de resultaten, voorlopige resultaten van dit onderzoek.